Welkom. Hij is qua leeftijd ondertussen de éminent gris van het Limburgse boetecircuit. Hij is er namelijk nu al 80. Maar ondanks deze leeftijd blijft hij het publiek vermaken en aan het lachen brengen met zijn grappen, rollen en zijn geweldige taalvondsten. Vandaag in Lex ontmoet, de kleine, grote man in de buurt. Hij komt uit Kerkrade en dan heb ik het natuurlijk over het Wielke Vinken. Dat vind ik leuk. Het Wielke. Meneer Vink of Wielke, wat zal voor zijn? Nee, gewoon Wielke, dat zeggen ze allemaal. En verdomd gewoon Limburgs. Ja, natuurlijk. Ik begin al die tijd met de vraag, God, ja of nee? Ja. Dat merk ik, want het eerste fotootje wat je metgenomen hebt, want verdomd dit programma altijd naar aanleiding van de foto's die je zelf metneemt, en het eerste fotootje wat je metgenomen hebt, is de familie Vinken. En er staat een zuster op, een non. Ja, dat was een zus van mij, dat is meer dan 40 jaar zuster geweest op Rolduk. Ja. Daarna werd de Ruk naar Heerle. Wie is, zeg maar, gepensioneerd. Ja. Maar is ook al in tussentijd overleden. De pap en de mama op het 40-jarig huwelijk. Ja. Als ik het goed zie, zit je de enige jong. Ja, ik ga de enige jong. Borg verwend, hè. Vijf zusjes. Verwend, hè? Ja, ook ja. En je zit van Kerkra? Ja, van Kerkra. Ja. Hoe origineel? Wat nee, ik ben geboren op Kalei. Ja. En daarna wordt die huis er afgebroken door, omdat er weg breder gemaakt moet worden. En dan zijn van de Spekkelse Hei opgetrokken. Mm-hmm. En in 62, wie ik getrouwd ben, toen ik is nog 5 jaar bij de mam ovenop gewoond. Dat wordt toen, hè? Dat wordt toen, hè. En daarna heb ik me dan een huis gekocht in de Bokstraat in Kerkra. En dan woon je nog immer? En dan woon ik nog immer. Dat is op de Hoots, hè? Dat is op de Hoots. De Hoots. De bekende Hoots. Je zag hetzelfde al, 62. Ja. Getrouwd? Getrouwd. 72, 82, 92, 102. 57 jaar. Boah. Zag het zitten, maar 23 jaar getrouwd. Ja. Ja, fijn. Stolse man en een stolse vrouw. Ja, daar ben ik ook stolse op. Ja, hè? En nog niet Gries. Nou, ik wel. Ja, maar daar, op die foto natuurlijk. Ja, die vrouwen die kennen zich wel helemaal geen in de horen doen, waar dat ze goed overzien. Ja, maar die chique haren heb je nog helemaal. Die heb ik nog helemaal, die heb ik van mijn mam, als het ware. Van ja? Want mijn pap en ook de broer van de pap, die houden allemaal in de platenkoop. Oh, dat zie je niet, joh. Allemaal, daar wordt geen in de horen houden. Ja. Nee, ben er dan ook. Ik ben er in. Maar de man van mij, die woont nog een flinke bus hoor. Dan zal ik dat wel van... Wat deed de pap dan? De pap is mijnwerker geweest. Altijd cool, Piet. Altijd cool, ja. En hier heb... Ik ben in het begin, van, zeg maar, wie van de school afkom, ben ik schilder geweest. Ja? Ja. Huisschilder? Huisschilder, ja. Niet kunstschilder? Ja, heb ik ook gedaan. Ja? Ja, ik heb veel schilderijen gemaakt. Ja. Als hobby? Ja, als hobby, ja. Ja, en dat buurt erin natuurlijk. Ja, dat buurt erin, dat dan ik per dag van u nog. Hè. Ja, en ik weet toevallig ook dat je op de Kleinkunstacademie in Aken heb je die jongen begeleid. Ja. Jongens en meisjes. Ja, die dat dingen doen om in het vak te komen. Ja, voor op de grote bühne te komen, zeg maar. Ja. Wie zit hier dan terechtgekomen? Ja, ik hou veel connecties in Aken. Ja. En daar hebben ze mij voor gevraagd om daar mee te doen, of ik de interesse hou voor daar mee te doen. Mm-hmm. Voor opkomend talent, ja. Te begeleiden. Ja, dat heb ik toch wel verschillende jaren gedaan. Ik ben dat vorig jaar, ben ik daarmee opgehoed en dat moet me allemaal te veel. Ik heb nog zoveel te doen en ik heb zoveel hobby's. En dat is toch... Wat doet je dan allemaal in hobby's? Ja, wat is het? Is dan feestje. Echt hoor? Ja, dan af en toe vissen. En dan heb ik vogel. Wat hebben we dan helemaal voor u, hè, vogel? Nee, maar ik wel, ja. Ja, cistroïd. Ik vind dit een... Oh, sorry. Ik vind dit een geweldige foto. Welke? Dat is deze. Daar zit je jong. Ja. En aan het dat begin... was de eerste keer dat ik met die aan het kampioenschap. Ja. Buitenrit naar kampioenschap. Van Limburg. Van Limburg. En dat doe ik de eerste keer met, al in de voorselectie, en dan kwam ik in de finale. Ja.
En daarna heb ik nog 4 keer meegedaan. En ik ben nog toen 4 keer in de finale geweest, maar ik heb dan nooit een prijs geholt. Waar immer stond de kranten vervolgd, de publieksprijs, zou ik elk jaar. Maar ja, ik laat me niet meer jureren van 3 mannen of ik een goede of een slechte ben. Ik durf nu ruig zeggen, wanneer ik slecht hou gedaan, dan stond ik in 57 jaar op de bühne. In 1983 ben ik dus wel Zuidoost-Limburgs kampioen geweest. Ja, daar heb ik nog een foto van. En daar zit er nog de burgemeester Schmeets, daar kom ik toen feliciteren. Ja. Dat heb je op de foto, hè? Ja. 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 Maar heb je nu in die carrière als buitenrijder, en zeker zelf over, dat, over die kampioenschappen, heb je niet de indruk gehad dat het ook een beetje loog aan het accent, Kerkraas? Nee, toch niet. Dat loog, nee? Niet, nee, dat loog niet aan de taal. Nee? Anders houdt ze de zaal niet mee. Hè? Nee, dat klopt. Want ik heb al de krantenknipsels, die heb ik nog. Van elk jaar dat ik daar mee gedoorhou. En elk jaar stond het blad van vol van... de lui worden het toch niet ermee eens wat die jury doet. Mm-hmm. En nu in afgelopen november is het nieuws in het leven geroepen, de Buitencup. Ja, ja. En tegen de lui niet, de jury ging 3 man jureren, maar het publiek jureren. Ja. Ja, en toen heb ik hem gewonnen. Ja, daar heb ik ook een foto van meegenomen. Ja. Dat is vrij recent, hij is van vorig jaar. Ja, nu is het van november, joh. Wie zit je nou eigenlijk aan dat buitenreden gekomen? Wie is zo? Ja, dat is een ganz lang verhaal. Maar dat is, die vriend nog met de vrouw en die gingen voor oud op neu vieren bij het oudste zusterverhuur. Ja. En dan hoef ik mij door, ik heb gevraagd, ik zei, ja, ze hebben een oude hoed en een oude jas. Dan ik dan, vertel ik, kom ik naar binnen. Dan bel ik vuren, zei ik, dat deze, maar dat kunnen ze niet vertellen. Weet ze, op die manier. En dan hou ik dat gedaan. En die horen allemaal van zo te doen, met zo'n 20 man. En die hebben zich allemaal goed geamuseerd. Ik werk er nog, wat nu mijn schwager is, die kwam toen naar mij heen en zei, de moet in februari of het laatste van januari was dat toen. Zei hij, moet ze optreden in een hele. Ik zei, wie zo dat? Ja, zei hij, de broer van mij, zei hij, dat werd prins. Ja. En ze zijn nu bezig met dingen drukken, de ramenfiches. En dan hebben ze niet erop gezet, zei hij. Dus ik zei, doe best een oude. Ik zei, wat moet ik daar vertellen? Ik heb je grapjes gemaakt bij u. Ik zou niet weten wat ik daar vertellen moet. Ja. Dan zei hij wat ze bij mij verteld had. Ik zei, ja, dat weet ik niet meer. Ja, dan zei hij, dan laat ik maar het verzinnen. Dan kan ze me niet terug. Ik heb dat dan beloofd. En, ik zei, ja, ik word dat doen voor me. Dan ben ik daarheen gegaan. Oh. En nou, bij de Schwelmennekes hoorde dat. Ja. Carnavalsvereniging de Schwelmennekes. En dan heb ik daar opgetrokken en toen komen ze van alle kanten, de buurtvereniging en de doevenverein. En dan zoek je het, allemaal zo'n klinkverenigingen die komen dan, of ik dan voor hun wil optreden. En toen hoor Kerkraad de West, hoor, en ergens op een plaatsje waar je optrokken. En dan komen die en vroegen mij en zo doen, dan ben ik dan, nou dat lupt zich dan nog. Hè. Ja, geweldig hè. Ja. En wat dacht je toen? Hoe kunnen je schilderen opgeven of wat dan nog even gedaan? Nee, dat wordt voor jou niet zo betaald. Hè. Nee. Maar je hebt wel veel in Duitsland opgetreden. Ja, in Duitsland, daar train ik nu nog eens heen door op. Ja. Maar ik stond het een beetje nu rustig aan. Ik heb er vroeger gehad, daar hou ik er dus weer wie voor binnen oren. En de schoonzoon van mij, die riede mij dan overal heen. Ja. Maar ja, dat kan ik voor jaren terug. Nee, dan het nu een beetje rustig aan. Ja, als het 80 is, moet ze een beetje rustig aan. Dat gehetste ben ik niet meer. Maar ja, het is wel maar een bepaalde tijd. Hè. Ja, van het is wel november tot carnaval. Ja. En daarna, zo gaat het nog het verhuilige zo. Ja, ik kan dan ook wel eens optreden voor, vragen ze mij voor bruiloften. 50 jaar getrouwd, of 50 jaar. En daar hebben we 80 jaar, dat doen ze ook eens vieren. Ja. En dan vragen ze mij ook geregeld. Ik kan me voorstellen dat je als ergens komt, hoe ze 50 jaar getrouwd zijn, dat ze zich bij u ergens, wie ik 50 jaar eerder ergens als buitenredner gestangen heb, dat ze zich daar ontmoet hebben. Ja, dat kan. Tot je dan 50 jaar later op de Gouden Broelhof moet. Maar ik pas me meestal aan, dan vraag ik me het gegevens. Ja. En dan
Daar kan ik dan over hun, wat hun gebeurd is. En ik doe voor de zwiegerman. En over de zwiegerman. De zwiegerman. De zwiegerman die kunt over alle vier. Al die jaren? Al die jaren. En elke reden die gaan, daar kunt de zwiegerman mee vuur. Geweldig. Ja. Zou die jongen van Ummer de Nijver daar dat hitje van geschreven hebben, denk ik? Je hebt toch een hitje geschreven, die van Ummer de Nijver? Ja, Ummer de Nijver. De zwiegerman. De zwiegerman. En hier vertelt het in bijna alle buten. Ja, bijna alle buten. Ja, ik vind, ik heb een paar keer gehoord met buten. Het zit altijd verhuilkens, hè? Ja, ik heb dus geen losse moppen. Nee, nee. Ik heb immer een verhaal. Ja. Van begin tot het einde. Dat vind ik wel typisch, typisch kerkreutje, eigenlijk, dacht ik. Ja. Misschien met Frans Hazen, die houden dat ook. Houden dat ook, joh. Dat zijn toch weinig die verhaal hebben. Ja, maar dan moest het toch heel... Ja, daar ben je toch Jans joh mee bezig, hè. Ja. Wie begint er zo het vuur te bereiden? Onder het fusje? Onder het fusje bijvoorbeeld ook eens, joh. Ja, een verhaal, hè. Ja. God. Ja. Het lijkt me het toch... Het is moeilijk hier. Ze denken het allemaal zo makkelijk. Ja. Er steekt in het kalt gaat. Ja, ja. Ja, ze verzinnen het maar eens. Ja, dan moest to the point zijn, dan moest de lui aan het lachen brengen, dan moest verschrikkelijk goed kunnen timen. Ja, dat is belangrijk, heel belangrijk, timen. Ja. Ja. Dan moet de lui nog niet gans uitgelachen zie je, dan moet ze al direct weer door zien. Ja, en dat zijn dingen die je in Orke ook op die kleinkunst vertelde, tegen die studenten. Ja, ja, ja. En ja, dan vertel ik de Noorlandse een klein geschichte, wat ze hebben dan zelf gedenee gezet. Ja. En dan is dan een beetje verbeteren. Mm-hmm. En ze het zelf leuk vingen en dan, ja. Ik heb natuurlijk ook wel eens het butenritters meegemaakt en dan vind ik het eigenlijk een beetje ondankbaar. Zo op herrensitzingen en zo. Ja, als die nu al allemaal dronken zijn. Ja, ja, dat zo is toch eigenlijk het liefste weglopen, of niet? Ja, kijk, ik train alleen op herrensitzingen op. Wint ze met het programma beginnen en ze kunt dan bijvoorbeeld komen dan met een dansgroep als eerste en direct daarna een buitenredner. Ja. Want daarna hoeft ze niet meer te beginnen. Nee, ja. Nee, daar kiest ze geen gehuur meer. Dat is toch erger ondankbaar. En bij de dames is het nog erger. Serieus? Ja, dat is nog erger. Zijn die nog erger? Die willen van wel een highlight, daar stond ze op de douche en die loest er gaan niet. Dus dat zijn toch wel een beetje zo gênante momenten met ze ze denken van... Oh. Ja. Wat doe ik hier? Ja. Leuk, hè? Hier met de vrouw, met de burgemeester over het overgezag. En hier heb je natuurlijk, dit heb je natuurlijk gekregen van de burgemeester. Ja, dat is als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat is, heb ik gekregen wie 5x11 jaar bühnejubileum. Is dat 2 jaar geleden? Dat is 2 jaar geleden, joh. 55 jaar op de bühne. Ja. Ridder. In de Orde van Oranje Nassau. Uit Wilke. Het Wilke. Vinken. En dit is trots. Dit is de familie Vinken. Met de vrouw. Ja, de vrouw. Hoe lang wordt je nu al getrouwd? 57 jaar. En ziet hij nog wel goed uit? Jo. Een dochter en een zoon. Ja. En geen van de kinderen had het in van... Ja, ze zijn allebei toch wel een beetje loestig. Met de dochter had ook gauw invallig. Ja? Nou, trouwens, de zoon ook. Ze zijn allebei... Aan ze wel gehad van mijn voet. Ja? Maar ze vertellen nog geen buiten. Nee, nog geen buiten, nee. Dat is veel werk, hè? Ja. En dan vind ik, dit is, we hebben het over de trots van de familie, maar dit is volgens mij een gigantische trots, hè? Ja, dat 1, 2, 3, 4, 5 kleinkinder. Ja, dat is een kleinkind. Oh, maar ja? Die ander, ik heb 3 kleinkinderen. Oh. En die, er zonder een vrem op. Ja, dat zijn de achterkleinkinderen die door zijn. Achter? Ja. En de oudste daarvan is 6 jaar. 4 generaties? Ja. 4 generaties, Vinke? Ja. Ja. Dat is nogal gehad, hè? Potverdorie. Ja. Is dat fijn om veel kleinkinderen? Heerlijk. Ja. Ik verruim me gedder weekend wenn ze komen. Ja, maar vandaag kom ik er toch naar binnen in de studio en dan zag er van, ik heb een beetje slechte zin. Ja, ik hou een beetje slechte zin. Of slechte zin. Ja, weet je, beetje treurig. Ja, een beetje treurig. Waarom? Twee van die kinderen zijn, je had longenontsteking. Dat is het jongste, dat is 3 jaar, 4 jaar is dat. En dat was 6, het oudste, is van de... uit zijn kleinkind, zeg maar, ja. De dochter, die had een spuit gekregen op de school.
van de week en het is, had 40 graden koorts en ik in bed. Natuurlijk bier, hè? Ja, dat typ me wel ontzettend pink. Die kinger die hangen zo aan mij en ik aan de kinger. Ja, dat is geweldig. Geweldig. Ja. Wat is de toekomst van Wielke Vinken? 80 jaar? Ja, ik moet ze nog werden dit jaar, de 80 jaar. Oh. Maar ja, wat is de toekomst? De zolang, ik zo zien. Zolang wie gezongen blijf ik hoor. Ja. Ja. Is toch leuk? Is niks schoner als wie de lui het lagen maken. Ja. Ja. Is toch eerlijk? Vertel me gerne van de Schwiegerman. Nee, Schwiegerman. Ik wees nog goed in de avond dat ik getrouwd word. Ja. We houden iedere dag over. Het huis vol bezoek zitten. Ja. En in zo'n oven te horen dan het regenen, God weet wie hel. Daarmee geeft de bel. Ik maak de vuurdeur op, steekt de schoen, man voor de deur. Ja. Ik zei, erre, mam, steest du hij in dat vies regenen weer aan de deur? Ik zei, kom, jank schon naar hem. Het zijn allemaal van die leuke dingen. Meneer Vonke, een vinkje, God, kijk dat doen. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Dank je wel. We hebben een hele mooie toekomst. En sinds ik in Kerkraal woon, weet ik wat ik zeggen moet. Adiewa. Adiewa. Wielke Vinken, dank je. Dat heb ik goed geamuseerd.